Ik ben Pieter van der Haak, auteur van het boek Wie zorgt dat het goed komt? Hoe je eigenaarschap kan vergroten in jouw team of in jouw organisatie. Nou, als je het boek leest, dan weet je wat eigenaarschap is. Maar even een tipje van de sluier. Je ziet eigenaarschap bij mensen als ze hun verantwoordelijkheid nemen en als ze duidelijke keuzes durven maken in hun leven. En dat doen ze niet omdat het moet. Nee, dat doen ze vanuit een intrinsieke motivatie. Dat is eigenaarschap. Eigenaarschap stimuleren doe je niet zomaar. Dat is ook niet iets wat je af kan dwingen. Eigenaarschap dwing je niet af. Wat je wel kunt doen, is op een andere manier de dialoog aangaan met de medewerkers. En dat geldt zowel voor managers als voor HRM-adviseurs. En wat ze kunnen doen, is gebruik maken van de randvoorwaarden voor eigenaarschap, die ik uitgebreid in mijn boek heb beschreven. Ja, ik heb eigenlijk zeven randvoorwaarden uitgewerkt in mijn boek. En dat zijn zeven belangrijke aspecten waardoor iemand eigenaarschap kan laten zien. Maar om er één uit te lichten, dat is de rol van betekenis. Als mensen het gevoel hebben dat ze worden gemist als ze er niet zijn, dat ze echt duidelijk een verschil kunnen maken door hun werkzaamheden, dan draagt dat enorm bij tot een stukje eigenaarschap. Dus trots zijn, betekenisgeving, dat is een belangrijk aspect, die ik, dat is een van de dingen die ik heb uitgewerkt in mijn boek. Het komt natuurlijk niet altijd goed, maar er is wel echt wel wat te doen. Veel managers, veel ondernemers, directieleden, maar ook wel HRM-adviseurs, die maken zich vaak enorm druk om het feit of het wel goed komt. En je ziet eigenschap in de top van de organisatie wel ontstaan, maar op de werkvloer ontbreekt dat soms. Althans, de illusie bestaat dat het ontbreekt. Nou, als je mijn boek leest, dan heb je zeven tools in handen om met eigenschap aan de slag te gaan. Het geeft je dus de mogelijkheid om goede interventies te plegen en de juiste dingen te doen. En dan kan je als manager bijvoorbeeld wat meer achteroverleunen en genieten hoe fijn de mensen in jouw organisatie de goede dingen doen.